Hoe heet jij? Suze Groeneweg. En waarom wilde je vandaag hierbij zijn? Omdat ik het heel leuk vond dat dit wordt gehouden. 3, 2, 1... Op 27 september 1918 wordt Suze Groeneweg beëdigd. Ze is het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid. 100 jaar later keert Suze Groeneweg terug in de Kamer. Jarenlang was Nederland het oneens over wie mocht stemmen. In 1919 veranderde dat. Sindsdien mogen alle Nederlandse mannen en vrouwen hun stem uitbrengen. Ik vind dat we er permanent voor moeten zorgen dat iedereen aan die discussie mee kan doen. Of zich erin vertegenwoordigd voelt. Juist daarom ben ik blij en trots op ons representatief stelsel. Het is mooi dat de Tweede Kamer een afspiegeling is van de samenleving. Het komende jaar is de tentoonstelling Ik vier mijn stem te zien in de Tweede Kamer. De tentoonstelling gaat over de bijzondere weg naar het algemeen kiesrecht en laat zien hoe het kiesrecht nog steeds in beweging is. Kunstenaar Simon Bolhuis heeft in opdracht van de Tweede Kamer een bronzen buste van Suze Groeneweg gemaakt. Ik heb eigenlijk het portret gemaakt op 2 foto's. Natuurlijk wel informatie, dus 1 foto dat ze jong is, maar dan kan ik wel precies zien hoe die verhoudingen zijn. Er werd ook vaak gezegd dat ze verlegen was. Op de een of andere manier raakte ze dat kwijt als ze sprak, want ze was een heel begenadigd spreker. Die staatsvrouw die komt er wel uit, die spat er aan alle kanten af. Ik hoop dat dat zachte, dat verlegene, dat je dat ook ziet in het portret. Het beeld krijgt een vaste plek in het Tweede Kamergebouw voor de ingang van de Suze Groenewegzaal.